die van plan zijn om het eens goed te zeggen. Wel, een van die gasten is Peter Kalui, vroeger straathoekwerker in Boom, maar zwaar ontgoocheld, op een betonnen muur geknald. Het integratiewerk, het straathoekwerk, blijkt geïnfiltreerd te zijn door extreme moslims. Iedereen weet dat, maar niemand wil daar wat aan doen. En het besluit van Peter Kalui was, ik hou ermee op. Goedemiddag, Peter Kalui. Goedemiddag. Wat doet u tegenwoordig? Wat is uw beroep? Ik werk in de horeca, in een luxe hotel. Ja. En wat doet u daar? Ik ben daar barman, ik ben daar receptionist. Ah ja, pintjes stappen. En u heeft nachtdienst achter de rug, dus u bent niet helemaal wakker. Het integratiewerk, dat zich dus bezighoudt vaak met jongeren die een moslimachtergrond hebben, is geïnfiltreerd door extremisten. Hoe hebt u dat gemerkt? Wel, ik heb dat gemerkt wanneer ik in de jongerenwerking, opgericht door een SPA, gemeenteraadslid, heb gezien hoe men bijvoorbeeld tegen een 13-jarige jongen zei, uw vader is een geïntegreerde en is niks waard. En wie zei dat dan? Wie dat zei, dat was de voorzitter van... Ja, ik bedoel niet de persoon, de naam, maar ik bedoel iemand, een straathoekwerker. De voorzitter van die jeugdbeweging. Die jeugdbeweging die opgericht is in Boom met als bedoeling... De jongeren van straat te halen. De moeilijke gasten, zoals we dat dan noemen. Ja, ja, ja. En te werken aan integratie, neem ik aan. Dat was hun opzet naar buiten toe. En zo iemand zegt dan, uw vader is geïntegreerd en is niks waard. Inderdaad. Ja. En dat heeft mij enorm, enorm, enorm geschokt. Misschien was het een incident, hè, meneer Kanui? Nee, dat denk ik niet. Alle homo's tegen de muur. Dat heeft u ook horen zeggen? Ja, zeker. In het Arabisch of in het Nederlands? In het Nederlands. Ah, ja. Ja, ja. In het Nederlands, alle homo's tegen de muur. En de Belgen beschermen de homo's. Dus zijn de Belgen medeplichtig aan het feit dat onze kinderen ook homo's worden. Dat staat lichtjes haaks op de opdracht om aan integratie te werken, is toch mijn indruk, hè? Dat lijkt mij wel zo te zijn, ja. Dus en andere mensen zijn daar ook zeer van overtuigd. Dus zou ik zo iemand ontslaan? Ja, ik heb dat uiteindelijk ook zover gekregen, maar ik heb daar heel, heel veel moeite voor moeten doen, omdat ik daar uiteindelijk alleen stond. Maar de mensen die zich daaraan bezondigden, zijn ontslagen ondertussen? Het jeugdhuis is daar tijdelijk gesloten geweest. Dus het probleem is opgelost? Nee, het probleem is niet opgelost. Nou, want dat staat vandaag in Gazet van Antwerpen. U hebt die noodkreet geslaagd een paar dagen geleden in Knak, in Gazet van Inderdaad. Antwerpen. Vandaag staat, wat Peter Kalui zegt, dat is wel waar geweest 3 jaar geleden. Ja, inderdaad. Maar nu is alles oké in Boom. Ja, ik weet dat ik heel, heel, heel laat kom met dit signaal, maar ik heb daar goede redenen voor. Ik ben onmiddellijk naar de moskee gegaan, samen met een werkster van het Prisma in Boom. Dat is het integratiewerk, hè, Prisma? Inderdaad. Naar de moskee gegaan? Maar dan wel iemand die ter goeder trouw is, zeker vast. Ja, want inderdaad, het integratiewerk is voor 99% ter goeder trouw. Ja, ja, ja. Maar die 1%... Ja, ja. Ja. En u bent naar de moskee gegaan met de bedoeling de imam ter verantwoording te roepen? Van nee, wat nee, zeker niet. Zeker niet. Wat was dan uw bedoeling? Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb onmiddellijk gedacht van, die meneer is mijn partner. De imam wil ouders waarschuwen. Dat gebeurt met hun kinderen, want zij weten dat niet. Ah, u veronderstelt dat de ouders daar niet van gediend zijn, dat hun kinderen wordt gezegd van integratie is geen doel. Ik weet niet, meneer Villet, maar stel dat een moslimman, iemand die dat je dan ook al 25 jaar kent, tegen mijn zoon zou zien dat ze tegen mijn zoon zouden zeggen, alle Marokkanen tegen de muur. Ja. En uw vader is een volksverrader, want hij geeft al 25 jaar op straat een hand aan de Marokkanen. Dan had ik heel graag gehad dat die man dat tegen mij kwam zeggen. Ja, en u veronderstelt dat de Marokkaanse vaders niet weten dat hun zonen, hun kinderen op die manier worden toegesproken. Daar ga ik vanuit. Heeft de imam gedaan wat u vroeg? Heeft de imam de ouders toegesproken? Ik heb mijn boodschap gegeven. Mijn bezorgdheid geuit. Aan de imam, ja. En ik denk dat het vrijdaggebed in Boom 5 minuten gedaan was, dat ik een sms kreeg van de voorzitter van die jeugdbeweging, de man die dat gezegd heeft, die mij
eigenlijk in zijn sms zei dat ik niet mocht spreken met de moskee en dat ik niet mocht spreken met de ouders. Ah, ja. En dat was voor mij het signaal dat de imam van Boom en de moskeegemeenschap van Boom volledig ter goeder trouw is. En gedaan volledig ter goeder trouw en even bezorgd dat... als ik. Ja, ja, ja. En rechtgeaarde democraten. Ja. Wat ik mij nu wel afvraag is hoe het komt dat die jongens, want het gaat meestal over jongens, hè, dat die vatbaar zijn, dat die openstaan voor dat soort van islamisme, extremisme, alle homo's tegen de muur. We zeggen toch altijd dat dat een kwetsbare groep is. Dan weten we toch dat zij vatbaar zijn voor van alles. Dus ook voor dat. Zij zijn de kwetsbare groep. Ja, kwetsbare groep. Ja, kwetsbare groep. Ja, kwetsbare groep. Ja, ze hebben geen werk, ze doen het slecht op school. Maar dat los je niet op door te zeggen alle homo's tegen de muur. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet, dat dan de boodschap moet zijn. Hoe komt het dan dat ze daarvoor openstaan? Omdat zij het heel moeilijk hebben. Ja. En omdat ik ook gemerkt heb dat eigenlijk niemand, maar dan ook niemand, er bezorgd over is. Want dit moest inderdaad, de Boomse gemeenschap was op 3 dagen volledig geïnformeerd over hetgeen dat zich daar afspeelde. Ja. En dat gaat over 2 personen, hoor. Ja. Dat gaat niet over heel de Boomse gemeenschap. Het gaat over 2 personen. Ja, ja. Maar 2 personen kunnen heel veel kwaad verrichten, niet waar? Het probleem is opgelost. Nee, het probleem is niet opgelost. Want ik weet dat buiten Boom nog heel veel moslimmama's en papa's wonen die ook kinderen hebben. Oké. Ik vrees een beetje... En die dat ook moeten weten. Ik vrees een beetje dat het een incident was in Boom dat ondertussen opgelost is en dat het een ruzie was tussen u en die 2 personen. Maar u zegt, nee, dit gebeurt niet alleen in Boom, dit gebeurt overal waar er aan integratie wordt gewerkt. Waar dat jeugdwerkingen zijn en zo. Natuurlijk. Is er infiltratie? Ja, meneer Fillet. Als dat in Boom gebeurt, ik woon al heel mijn leven in Boom. Boom is geen eiland. Boom is geen eiland. Nee. En het zou heel naïef zijn om alleen te veronderstellen van dit gebeurt nu alleen in Boom en voor de rest in de wereld gebeurt dat niet. Dat is heel naïef. En wat gaan we daaraan doen? Wel, dan gaan we vragen aan diegene, je begint van onder, hè. Je begint van onder. En je zegt, wil je nu, want ik ben met een sms naar het beleid gegaan. Naar de burgemeester gegaan? Want hij is verantwoordelijk voor preventie. En ik viel onder preventie. En ik heb gezegd, geloof het nu. En wil je met mij naar Brussel gaan? Want voor u gaan de deuren open. Dat we dat kunnen vertellen tegen al de Belgische mama's en papa's. Wat er gebeurt met hun kinderen. Ja. Want dat had ik zelf ook graag gehad wanneer dat gebeurde met mijn kinderen. Dat staat u nu hier te doen, hè? In de VRT. Ja, inderdaad, dat sta ik nu te doen. Ik ben heel, heel, heel blij dat ik dat mag doen. Ja, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Hoe gaan we het probleem oplossen? Door bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid te nemen en te waarschuwen. Wie moet welke verantwoordelijkheid nemen? Ja, kijk, ik zit niet in het parlement. Nee? Ik ben een D-niveau. Ik werkte als D-niveau. Ja. Ik verdiende 1008 euro per maand. Ja. En ik had mijn verantwoordelijkheid te nemen en die heb ik ook genomen. Die heb ik ten volle genomen, denk ik. Ja. Denk ik, want door de duur begint het te twijfelen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar u bent er wel uitgestapt. Ja, natuurlijk. Als men dan daarna zegt van nu moet je administratieve sancties gaan opleggen aan de Boomse burger. Ja? Dus ook aan de jongeren dan, want anders is het niet rechtvaardig. Hè? Ja. Ja. Ja, als je administratieve sancties uitdeelt, dan deelden ze uit aan iedereen of je deelt ze uit aan iemand niet. Ja. Nou, die heet niet. Hoe kun je dan het vertrouwen winnen van die gasten? En daar waar ik... Maar wat u zegt is... ik ben een beetje een te simpele mens om het probleem op te lossen, maar er zijn in het parlement... De politiek moet dat dit dacht oplossen. Ik heb niet. Dat dacht ik toch. We hebben al 20 jaar iemand daar zitten waarvan dat we weten dat hem iedereen op een hoop gooit. Waardoor dat de rechtgeaarde moslim, waar ik het juist over verteld heb, dat die bestaat en dat die... inderdaad een grote meerderheid, dat die hun beeldvorming verknald wordt door 2 mensen in Boom. Werd, want ze zijn weg nu natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Oké, Peter Kaller, dank je wel. Alsjeblieft.